van de KLM, de Boeing 747-400, moest op weg naar de Verenigde Staten op de startbaan al rechtsomkeer maken. De linkerbuitenmotor van het toestel, het vlaggenschip van de KLM, raakte tijdens het taxiën naar de startbaan een grasmaaimachine die langs de baan bezig was. De cabine van het voertuig werd totaal vernield, maar de bestuurder kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. De schade aan de Boeing is aanzienlijk. De motor moet worden verwisseld, waardoor het vliegtuig 24 uur niet kan worden ingezet. De 315 passagiers aan boord van de Boeing bleven ongedeerd